Visio Wonen en Dagbesteding in Stramprooi is er voor jongeren en volwassenen die een verstandelijke beperking hebben en daarnaast slechtziend of blind zijn. Wij bieden hoogwaardige en specialistische zorg. Zowel 24-uur zorg als flexibele zorg. Zoals logeeropvang, dagbesteding, weekendopvang of vakantieopvang. Voor ons is het belangrijk dat uw zoon, dochter of familielid zich veilig, vertrouwd en gelukkig voelt en zich kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Dit doen we door begeleiding te bieden die geheel afgestemd is op mensen met een visuele en verstandelijke beperking in een omgeving die dat ook is. Wat ons vooral opviel, was dat Michiel vanaf dag 1 hier helemaal op zijn plekje was. Je merkt dat hij steeds beter in zijn vel gaat zitten, dat hij nog steeds doorontwikkelt, terwijl je op een gegeven moment denkt van nou, dat stopt. Hij lacht veel, hij is helemaal op zijn gemak hier. Je voelt de warmte, je voelt de huiselijkheid die hier geboden wordt, maar je voelt ook de openheid, de korte lijnen. De sfeer is heel erg goed. De overstap naar een woonvoorziening voor de familie is heel erg lastig. Want het is nogal iets om de zorg voor je kind of familielid uit handen te geven. Doordat alle zorg bespreekbaar is, proberen wij dit stukje gemakkelijker te maken. Bij Visio in Stramprooi kun je logeeropvang afnemen om mee te starten. Of alleen dagbesteding om eventjes te wennen aan de zorg in een instelling. Vaak zie je dat cliënten gedragsproblematiek toegewezen kregen in een andere instelling. Doordat ze zich eigenlijk onveilig voelen omdat ze visusproblematiek hebben. Omdat wij de enigste gespecialiseerde organisatie zijn op visusproblematiek bij een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost-Nederland. Zorgt dat vaak voor minder gedragsproblematiek en voelen cliënten zich veiliger. We vinden het belangrijk dat onze bewoners meedoen in de maatschappij en dat ze zich thuis voelen in het dorp. Participatie staat centraal in een kleine gemeenschap als Stramprooi. Dit bewijst het grote aantal vrijwilligers uit het dorp. Verder is er bijvoorbeeld een maatjesproject met de leerlingen van de basisschool en werkt een van onze bewoners bij de plaatselijke supermarkt. Hierdoor voelen bewoners zich echt thuis, kunnen zij zich binnen hun mogelijkheden ontwikkelen en maken ze deel uit van de maatschappij, terwijl ze wel de begeleiding en zorg krijgen die ze nodig hebben. Als je zo groot bent in een dorp, dan moet je ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En in dat kader proberen we niet alleen maar de reguliere medewerkers aan te nemen, maar ook kijken naar ja, welke mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we helpen. En Hans is daar een uitstekend voorbeeld van. Door zijn vrijwilligerswerk komt hij veel meer in contact met dorpsgenoten, klanten, noem het maar op. Ik wil niks anders meer als hier zitten. Dat is heel gezellig hier, vooral met die Belgen wat hier komen. Dan kan je nog af en toe een grapje mee maken. Ik zie dat Hans daar heel gelukkig van wordt. Ik zie dat onze klanten er heel erg goed op reageren. En ik zie dat onze collega's er ook heel erg goed op reageren. En dan hebben we eigenlijk op alle vlakken een win-win situatie gecreëerd. En dat is voor ons heel belangrijk. U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken in Stramprooi. Voor meer informatie over de woonmogelijkheden, flexzorg of dagbesteding kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0495 431 370 of 0495 431 371. U kunt ook mailen naar Ruud Grijmans, manager van Visio in Stramprooi. Ruud Grijmans@visio.org.